Mag ik u even iets vragen? Hallo meneer, mag ik u even iets vragen? Ja, ik heb een opdracht om even een gesprekje met u te hebben. Als u, ja, dames en heren, excuses, dat duurt even. Maar, meneer, even een klein gesprekje. Ik adem hem in, hè? Als u even... We ademen in! Zo heb ik dat nog nooit meegemaakt. Doet u rustig, dames en heren, voorzichtig. Ik weet ook niet hoe ze zijn. Mag ik hele even... manier om te overleven, wat is er nou? Ik wil even een gesprekje voor de televisie met u hebben. We hebben hier de grote gala-première die uitgezonden wordt door de Tros-televisie. En het is de bedoeling dat ik even een praatje met u heb als portier. En dan zou ik u... Ja, natuurlijk, u bent toch de portier hier van het Tuschinski Theater? Ja, heel goed, heel goed. Even stil. Ja, even stil. Zo fijn dat u eventjes mij te woord wil staan. U bent de gastheer hier van Theater Tuschinski, hè? En u bent dus bezig om nu de kaartjes te controleren, heb ik in de gaten. En dan wilde ik even aan u vragen, hoe bevalt dat werk? Ik wou alleen... Hoe is het? Heb u een kaart zelf? Ja, natuurlijk heb ik het. Doorlopen. Nee, hallo. U bent hier de war. Ik heb een perskaart. Kijk, ik ben van de pers. Van de pers, ja. Bokkel. Bokkel. Maar u snelt op. Meneer. Kijk, daar komen de sterren. Oh, daar komen de sterren aan. Oh, wat mooi, wat mooi. Wat een getijse, hè? Wat een getijse. Wat zien ze er chic uit. Wat een prachtig. Wat een zootje, hè? Heel mooi, wat een mooie auto's. Oh, daar heb je die twee ook. Oh, die zullen er niet bij zijn, zeg. Nee, die zullen we niet hebben, zeg. Nou, daar gaan wat voor. Oh, kijk eens, van een kabaal, hè. Ah, hij wil niet. Nee, vind het gek dat hij niet wil. Ik zou ook niet willen. Zo'n man krijg je niet mee meer. Oh, kijk maar. Wat ordinair allemaal, hè. Wat ordinair. Wat nodigt die man uit, hè, bij die film, hè. Jongen, jongen, zeg. Gaat er maar bovenop. Maar kijk eens, nog eens zwaaien. Wat zijn de populair, hè. Ah, Johnny Jordaan. Ah, kijk, die vind ik wel goed, natuurlijk, hè. Die stak er een zootje onbekende binnen. Oh ja, dat is die, hoe heet die ook weer? Die bolle, hoe heet die nou? Dat weer, wat een bij elkaar geraapt zootje komt te binnen, hè? Wat een bij, kijk eens, ze willen er doorheen, door de ruit, hè? Nou, ook weer druk doen voor die deur, wel ja, dag, zie je me goed? Ja hoor, gooi maar opzij, daar hij nog. Nou, ook weer een zootje wat ik niet ken. Helemaal nog nooit van gehoord wat daar binnen komt stuiven. Oh, dat is de regisseur. Ja, die zal zichzelf niet in beeld zetten, zeg. Hè? Die moet hem ook hebben. Ach, heb je die gek ook? Dan komt die gek. Nou, dat wordt... Ach, ze doet de deur voor hem open. Ja, zelf krijgt hij niet open. Dan is hij nu weer bezig natuurlijk, hè. Dag, nooit gezien. Oh, ja. Normaal doen. Die wil zich niet bekendmaken. Nou, dat is het wachten nu op die Van Duin zelf natuurlijk, hè. Zal ook wel in een Rolls-Royce komen. Een roze Rolls-Royce. Ja, maar nee, hè. Ja hoor, die komt met de tram, die halve zo. Die komt met de tram. Kijk eens, smakken gelijk weer met vreemde wijven. Nou, daar zie je hem allemaal. Populair, doe voor zo'n deur, hè. Nou, naar binnen toe. Oh, je bent er ook. Nee, we zullen er niet zijn, zeg. Nou, naar binnen, nog meer kabaal natuurlijk. Oh, wat een applaus, zeg. Maar klopt, ik weet niet wie binnenkomt, zeg. Nou, daar zat. Nou, hebben we het nou gehad? Is de hele zaak hier binnen nou? Laten we het maar hopen, hè. Bloemetje aanpakken, ja, tuurlijk. Weer smakken met allerlei wijven. Tram weg. Nou, dan zou ik nou wel eens willen beginnen met het programma. Of wat er voor door moet gaan, zou ik maar zeggen dan, hè. Zo zijn we hier te gast, dames en heren, in het hart van de bioscoop. Hier gebeurt het. Dit is de projectiecabine en hier is... We gaan het over. Goedenavond, u bent... Ja, ik ben de projecteur. Ik projecteur.
de operateur. Ja, ik ben de projecteur. Ja, inderdaad. Ja. En het is fijn dat u ons even... Dat dacht ik ook, ja. Dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om even hier bij u... Nee, ik geef geen gelegenheid, hoor. Nee. Dan moet u hiernaast. En ben u de verkeerde deur binnengelopen, dat is hiernaast. Nee, u begrijpt me verkeerd. De directie heeft gezegd, we mochten even bij u hier komen om een babbeltje met u te maken. Nou, daar heb ik toevallig een moe mee te maken natuurlijk. Wat bedoelt u? We gaan hier over die directie praten, want dan gaat er even een beerput open. Als we over die directie gaan praten, dan weet ik er ook nog wel een paar, hoor. Nou ja. Want die staan mooi beneden nou, hè. In de pas gestoomde smokingen. Goedenavond. Hoe leuk dat u er bent, hè. Oh, wat hebben we mooi behang, hè. Volgens ik in die zaal nog niet over, hè. Als ik in die zaal de film neem te drukken, dan gaan we het helemaal niet door. Dan kan je wel behouden 40 gulden rollen of zo, maar dan gaat het gewoon niet door.